Je eerste minuut in het rad verlegd zijn, dat moet lekker voelen, denk ik. Ja, dat zeker. Dat is tot nu toe het mooiste moment van mijn leven. Ook mooi dat we zo als team gewonnen hebben en als team hebben gestreden. Dat is een heel mooi moment voor mezelf. Want je wint vandaag met 4-0. Dat is natuurlijk lekker om dan in het veld te komen, lijkt me. Ja, dat was zeker lekker. Je zag ook dat deze wedstrijd dat ook wat dingen gewoon mee zaten met ons. Omdat we, dat was anders geweest dan andere wedstrijden. Dat is wel lekker om zo in te vallen, ja. Want wist je van tevoren dat je gebracht zou kunnen worden? Je zit op de bank, dus je hebt altijd hoop natuurlijk, maar dat weet je nooit van tevoren. Het ligt ook aan de wedstrijd. En dan roept de trainer zich bij je, en wat dan? Wat voel je dan? Wat voel je dan? Op dat moment ben je even blij en daarna ga je weer verder met je warming-up. En dan eigenlijk pas na de wedstrijd besef je pas dat moment is. Want ik kan me dat heel moeilijk voorstellen. Voel je dan op zo'n moment zenuwen, of is het dan echt dat je gewoon denkt, ik ga gewoon lekker voetballen en dan zien we wel? Toen ik aan de zijlijn stond was ik wel even zenuwachtig, maar ik moet zeggen, toen het veld inliep, dat het eigenlijk weg was. Want je hebt natuurlijk onder Goodell, je hebt je al een keer meegespeeld in een oefenwedstrijd tegen Lierse, als ik het goed heb. Je hebt vrij lang moeten wachten op je officiële debuut. Wat vind je daar zelf van? Had je het al eerder verwacht of was dit wel eigenlijk wel een goed moment? Klopt, ik heb lang moeten wachten, wil ik niet zeggen natuurlijk, maar ik train elke dag hard en ik doe mijn best om bij de wedstrijdselectie te zitten en dan weet je dat elke wedstrijd dat moment kan komen. En tot nu toe dat ik erbij zat, zat het steeds net even niet mee en vandaag wel, dus dat is wel dat is mooi. En nu, basisplaats of is dat wat te snel? Ik denk dat dat ook snel is, maar dat is wel het doel natuurlijk. Ja, want heb je een beetje een pad voor jezelf? Is het dit seizoen vooral minuten maken of wil je echt toewerken naar een basisplaats? Ja, natuurlijk. Mijn doel is om gewoon eerst te slagen bij NAC en vanuit daaruit dan zien we wel waar het eindigt. Maar tot nu toe is gewoon dit jaar is gewoon veel leren. En natuurlijk is basisplaats wel natuurlijk wat je wilt, maar het moet ook realistisch zijn en gewoon elke dag hard blijven trainen. En dan hopen dat de trainer, als mijn tijd is, dan maak ik de trainer die keuze wel. Want je zegt, je wil het eerst maken bij NAC. Heb jij echt al ambities voor de lange termijn? Of is het zo dat echt gewoon nu je eerste minuut en dan maar rustig? Nou, ik heb vandaag de buurt gemaakt, daar ga ik even van genieten. Maar ik wil het eerst slagen bij NAC gewoon. Dat is mijn eerste doel. Top, dankjewel.